Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 25 september. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik moet alleen nog even lipstift en mijn tanden poetsen, maar ik ga straks weer de deur uit om boodschappen te doen. Normaal natuurlijk op donderdag, nu een keer op woensdag. Mijn coach was al hier in de omgeving, dus ze zegt, nou, dat was eigenlijk dan wel handig om op woensdag af te spreken. Nou, prima, dan ga ik morgen poetsen in plaats van vandaag. Ik moet nog even cadeautjes halen, dus we gaan eventjes naar de Action toe. Want ik heb zondag een verjaardag van zowel mijn moeder als van Frank. Want die zijn beide kort na elkaar jarig, dus ze hadden besloten om het samen te vieren. Nou, dat is wel handig voor iedereen. En daarna gaan we lekker eten bij McDonald's. Want dat doen wij meestal, doe ik dat met mijn coach voor mijn verjaardag. Dus wel na mijn verjaardag, maar dat is dan het eten doen we dan nog voor mijn verjaardag. Dus dat is wel super leuk. Dus toen zei ze, nou dan kunnen we dat wel doen. Dus daar heb ik wel heel erg zin in. Want het is alweer een hele tijd geleden dat ik McDonald's op heb. En ik kan daar echt wel heel erg van genieten. Dus daar heb ik echt wel heel erg veel zin in. Ik neem jullie straks gewoon weer gezellig mee. En dan ga ik even de cadeautjes halen. Ik hoop dat ik goed slaag. Ik had al even aan Nathalie gevraagd. Heb je nog ideeën voor Frank? Nou, die stuurde even wat door. Want ik weet dat gewoon nooit. Ja, als ik het hem zelf vraag, weet ik wel wat hij aangeeft. Maar dan heb je elk jaar hetzelfde cadeau. Dat is gewoon niet altijd leuk. Want dan wil hij graag van die bonnen hebben voor PlayStation games en zo. En dat is op zich natuurlijk prima. Maar ja, ik vind het ook wel eens een keer leuk om met iets anders aan te komen dan weer zo'n bon. Dus ik zei altijd tegen Nathalie, ik heb het hem niet eens gevraagd. Ik zeg, want ik weet wat voor antwoord ik krijg. Ja, zegt ze. Goed. Dus ze had wat doorgestuurd. Ik moet nog even wat erbij hebben voor mijn moeder. Dus, dat prima. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar Goede Tijden. Na vier handen op één buik. Ja, vond ik was een beetje een bijzondere aflevering. Maar op zich ook wel weer mooi. Dus het is altijd heel kort, het duurt niet zo heel lang meer. En ik heb wel steeds meer het idee dat die meiden niet echt meer de hulp van zo'n bekende moeder nodig hebben. Want als je in het begin keek, dan waren het echt wel vaak meiden die bijvoorbeeld zaten met huisvesting en echt wel dingen waar ze tegenaan lopen. En tegenwoordig zie ik toch wel vaak dat deze meiden het allemaal best wel op orde hebben. Of ze dan wel of niet een partner erbij betrokken hebben natuurlijk. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan en toen ben ik de vlog in elkaar gaan zetten. Maar toen dat de computer vol is, moest ik het eerst eventjes helemaal anders doen. Dat bestand moest even naar de harde schijf en dan kon ik hem vanuit daaruit afmaken. Dus dat heeft best wel veel tijd gekost, maar het is allemaal gelukt. En de foto's zijn bewerkt, dus het is eigenlijk allemaal wel weer goed gekomen. Maar het zijn altijd even die dingen dat ik denk, oh ja, ik moet dit even en dat even. Dus het is allemaal wel gelukt, maar het was even stress. En daarna ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Ik zat even te kijken. Er zijn best wel veel mensen aan het bekijken, want hij is de top 10 nu binnengekomen. Volgens mij heeft hij zelfs Emily in Paris en The Perfect Couple nu verslagen. En heel veel mensen vinden het een slechtere serie als die van Dahmer. Maar ik vind ook, je kunt het met elkaar niet vergelijken, want die Dahmer, dat was gewoon echt een serial killer. En deze jongens, ja, niet. Vraag me wel bij sommige dingen af, is het nou waar of vertellen ze het waar je bij zit? Maar goed, dat is toch iets, dat is ook nooit bewezen waar dat over gaat. Dus daar hebben ze ook geen sympathie van gekregen van de jury of rechter of zo. Dus ja, je vraagt je heel erg af hoe dat zit. Maar goed, ik denk dat dat iets is wat je zelf kunt invullen. Maar goed, ik vind het nog steeds wel spannend en bijzonder om te zien hoe dat eraan toe gaat. Ik zag nu heel toevallig de echte Eric en de Eric die gespeeld wordt. Twee druppels water. Mijn coach die komt er zo aan. Dus helemaal spannend en zo. Dus ja, wel heel erg bijzonder. Daarna nog even zie je zei, toen ben ik lekker naar bed gegaan. Ik dacht mijn boek uit te krijgen, maar dat is nog niet gelukt. Maar dat komt wel goed. Ik ga eventjes gauw mijn dingen doen en dan ga ik de deur uit. En dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Maar ik neem jullie even mee. Ik dacht, ik laat jullie even mijn outfitje zien. Ik heb mijn nieuwe laarzen aan. Die cowboyslaarzen. Met gewoon een, dit is gewoon een legging. Daar heb ik dat nieuwe rokje bij aangetrokken van de, hij moet iets naar zo, H&M. En daar heb ik dit spencertje overheen. Die heb ik een keer bij de Aldi gekocht en gewoon een wit basic shirtje. Vind ik wel handig, want deze valt normaal iets korter. Maar met dat spencertje overheen zie je er helemaal niks meer van. Dus ik ben er wel blij mee. Dus een leuke outfit vind ik het geworden. Nu ga ik nog even wat drinken en dan ga ik zo meteen de deur uit.
Zo, ik ben weer terug. Ik heb echt heerlijk gegeten. Ik zit helemaal bommetje vol, dus ik hoef ook helemaal niks meer. Dat heb ik op, dus ik kan zo meteen lekker op de bank. En dan na het douchen hoef ik helemaal niks meer. Ik heb de boodschappen laten zien. Afgebroken weer. De XXL snitzels. Een pak appelsap. Die pakken zijn veranderd, wel handig. Mijn moeder die wilde graag de Dolce Gusto hebben. Die hadden ze bij de Plus in de aanbieding. De cappuccino en de latte macchiato met karamel. Champignons vanmorgen bij de Bami. Ik wilde zo'n zakje hebben, maar die hadden ze weer niet. Gehakt voor maandag. Slavinken. Huishoudhandschoentjes. Snijboontjes. Die moeten er wel even vis in. Deze spekjes, die waren nu bij de Plus. Dan heb ik wc-papier. Gaat altijd hard bij mij. Ik heb een kniekus gekocht bij de Lidl. Ik heb natuurlijk zoveel pijn met slapen. Dat schijnt goed voor je rug te zijn. Dus ik heb nu deze. Het is een ronde. En die is dus voor je knieën. Dus dat lijkt me echt ideaal. Dus die ga ik vanavond lekker proberen met slapen. Dan heb ik mie-mesjes. Ik doe tegenwoordig speklappen in mijn Bami. Dat vind ik lekker. Kaartje voor Frank. Die voor mijn moeder had ik al even bewust gedaan. Twee keer Chocomel. Die was in de aanbieding. Dan heb ik deze. Ik moet niezen. Toetjes van de Albof, de chocomoesjes. Twee keer aardappelschijfjes. Een zakje patat. Boontjes, die komen zo, de loontjes. En boontjes. En dat was het. Dat heb ik gehaald. Ik ga nu even dit lekker opruimen. En dan ga ik even lekker douchen. En dan lekker even op de bank. Ga ik nog even met mijn moeder bellen, gezellig. En dan ga ik vanavond lekker Goede Tijden kijken en Steenrijkstraat Arm. En dan ga ik nog even lekker een spelletje doen. Een blogpost schrijven, even verder met de foto's bewerken voor het artikel van vrijdag. Dan ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie, heb ik alweer zin in. En daarna nog even lekker zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed. En dan hoop ik dat ik vanavond of vannacht iets beter slaap. Ik heb afgelopen dag niet fantastisch geslapen. Maar hopelijk komt dat goed. Katten hebben het lekker eten gehad. Dus dat. Ik ga nu even opruimen. Ik heb jullie eventjes een stukje action mee ingenomen. En even bij McDonald's. Dus dat is wel leuk. Dus ik ga nu eventjes lekker opruimen. Dan ga ik lekker douchen. En dan zou ik bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 26 september. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is mijn moeder jarig. Dus gefeliciteerd. Nou ja, ik heb er al gefeliciteerd en ik heb de kaart gestuurd. Ik hoop dat die aangekomen is, dat weet ik nog niet. Zij is nu een dagje naar Nathalie toe, dus ik hoor wel als zij weer thuis is of die kaart aangekomen is. Ja, ik hoop het. Ik heb hem wel op tijd in de bus gedaan. Ik wilde hem eigenlijk vorige week al posten, maar toen was ik het vergeten. Toen kwam ik thuis, toen zat die kaart nog in mijn tas. Toen dacht ik, oh chips, dit was niet handig. Maar ja, nu kwam het mooi uit omdat ik gisteren de boodschappen heb gedaan. Dus toen kon ik hem alsnog op tijd op de bus doen. Maar ik was wel een beetje, ben wel een beetje dan in de war. Dus toen ben ik gisteren, heb mijn boodschappen gedaan. En op zich kan ik me er wel aan aanpassen. Maar ik heb nu dan even, ik werd ook even wakker. Toen dacht ik, oh ja, welke dag is het? Oh ja, het is donderdag. Dus op zich komt dat ook wel goed. Maar dan denk ik even van, oh ja, hoe zit het ook alweer? Maar net wat ik zeg, dat gaat allemaal wel weer goed komen. Ik ben helemaal geschrokken. Ik zag dus dat ik door mijn eigen risico heen was van de zorg. En normaal gesproken red ik dat ook niet. Toen zag ik ineens, hé, je eigen risico is nul. Toen dacht ik, hoe dan? Nou, toen ging ik dat even uitzoeken. En toen zag ik de ziekenhuiskosten die gemaakt zijn. En toen snapte ik wel waardoor ik door mijn eigen risico heen was. Want die waren echt absurd hoog. Daar schrok ik gewoon van hoe hoog dat was.
Maar ja, op zich wel logisch natuurlijk, ook met de ingreep en alles. Maar als je dan ziet wat allemaal geld kost, hè, de telefonische kosten, dat ze bellen voor de uitslag kost natuurlijk geld. En nou ja, goed, dan schrik je best wel van zo'n bedrag. Maar goed, ja, het grootste gedeelte wordt vergoed, dus dat is wel fijn. Een klein gedeelte ook niet, maar ja, goed, dat zul je toch altijd houden. Ik heb gisteravond gewoon lekker gekeken naar Goede Tijden en daarna Steenrijkstraat Arm. Was een mooie uitzending, moet ik zeggen. Daar heb ik wel van genoten. Toen heb ik nog eventjes een spelletje gedaan en toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven. En heb ik de vlog geüpload en een thumbnail gemaakt. Alvast wat foto's nog weer voor het artikel van morgen gedaan. Dus dan kan ik dat vanavond mooi afmaken. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Ja, ik zie al heel veel mensen die zijn toch wel afgehaakt. En ik heb wel echt zoiets, ik wil dit uitkijken. Mij, ja, ik vind het toch interessant. En ja, zo zie je ook hoeveel verschillende mensen, hoeveel verschillende smaken. Hè? Ik heb ook al gehoord, er komt ook alweer een derde seizoen. Dan nemen ze ook alweer iemand. Daar gaan ze ook alweer mee beginnen met die opnames. Het is niet echt lekker, want de zon die gaat steeds schijnen, dan gaat die weer weg. Dus het licht is niet fantastisch voor jullie. Dus jullie zien me steeds of in het licht of nu weer half in het donker. Dus ik heb wel zoiets, ja, weet dan even wat je wil met de zon, maar dat weet hij niet. Nou, daarna nog even CSI gekeken. Toen ben ik nog wel even mijn boek gaan lezen, maar ik heb hem helaas nog niet uitgekregen. Dus ik hoop vanavond. Maar ik was ook wel erg moe, moet ik zeggen. Want ja, het was ook gistermiddag best wel druk in de winkels. En ja, dat zijn gewoon wat meer prikkels. Dus ik was wel moe. Ik heb natuurlijk ook voor het eerst geslapen met dat kussen. Nou, ik vond het wel eventjes wennen, want je hebt ineens iets tussen je knieën wat je normaal niet hebt. Maar op zich, ja, het ligt wel comfortabel. En ik heb, ja, ik weet niet of het gaat helpen. Ik hoop het natuurlijk heel erg, maar ja, nu voel ik mijn rechterkant nog wel heel erg. Maar mijn linkerkant voel ik nu niet echt. Dus ik moet het gewoon gaan proberen. Ik moet het gewoon uitgaan zien hoe dat werkt. Ik merk wel, ik ben hem wel halverwege de nacht een keer verloren. Want toen ik wakker werd, toen lag hij gewoon naast me in bed. Dus toen ben ik hem kwijtgeraakt. Waarschijnlijk met draaien of zo. Maar goed, dat is gewoon even wennen. Ik moet even wennen aan dat ritsje die erop zit. Misschien dat ik er wel een kussensloopje omheen kan doen. Maar omdat het een ronde vorm is, is het niet heel erg. Ja, ik weet niet of er dat soort slopen bestaan voor zo'n rond kussen. Maar die rits die irriteert een klein beetje. Dus je moet heel erg kijken hoe ga ik die rits neerleggen dat je er geen last van hebt. Nu ga ik zometeen even een handwas aanzetten. De boodschappen even naar boven brengen. En dan ga ik hier even poetsen. En dan wil ik straks ook alvast even het vlees snijden. En de champignons voor de bami. Ik had eigenlijk gesneden champignons willen hebben. Want het zijn van die kleine zakjes. Maar alles was op bij de plus. Ik greep heel veel mis. En daar baalde ik wel van. Ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd ook wel heel erg groot fan hoor, van de Albert Heijn. Ja, die heb ik hier niet. Dus dat maakt het lastig. Dus ik ga jullie even meenemen. Ik wil ook even die hoek bij de switch even heel goed schoonmaken. Die neem ik elke keer wel mee, maar ik denk dat er al wel weer aardig wat stof ligt. En ook in dat dingetje, zeg maar, waar de games in staan. Dus ik ga jullie meenemen. Ik ga even die handwas pakken en dan ga ik eens eventjes lekker hier aan de gang. Dus muziekje aan en ja, gaan, zou ik maar zeggen.
Zo, ik ben lekker klaar. Ik heb net een handwas klaar. Er zit er nu nog één in. Ik durfde toch de lichte spullen er nu even niet bij in te doen. Dus die heb ik er eventjes niet bij ingestopt. Dus ik heb nu gewoon eventjes de gekleurde bij elkaar. En de lichte even apart. Maar die is ook bijna klaar. Dus dan is dat allemaal weer lekker schoon. Nou, huis is weer lekker schoon. Die hele hoek is weer lekker schoon. Dus dat is fijn. Ik heb nu ook mijn nieuwe game erbij gezet. Kijk, Mario staat er nu bij. Ik heb hier even wat opgeruimd. Ik heb nu de zomerding weg. En nou ja, die zijn ook weg. Want er gaat nu de dierendaghamster staan. Die kan ik straks zo even pakken. Oeh, stof. Maar goed, alles is nu weer lekker fris. En dat is wel weer heel erg fijn. En dan wacht ik nog even tot dat wasje klaar is. Dan is dat ook goed. Voor de Bami is alles gesneden. Dus dat is fijn. Ik had eigenlijk dus geen nestjes hoeven kopen. Want ik had dus nog wel mie gehad. Maar ik dacht echt dat ik niet meer had. Oh ja, kijk. En ik heb hier alles weg. Hoe lekker relaxed is dat? Daar ligt niks meer. Ik weet wel wat er nu wel gaat liggen. Waarschijnlijk een kat. Maar dat maakt niet uit. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en dus Bami maken. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Het is lang geleden dat ik het op heb. En ja, dan heb ik er ook wel weer een keertje zin in. Hé, een draad. Die kan zo weg. Vanavond heb ik 2 schermen. Want ik ga Goede Tijden kijken en Het Roer om. Maar we hebben ook Ajax. Maar dan moet ik toch stream pakken. Want dat is op Ziggo. En dat heb ik niet. Dus dat ga ik lekker kijken. Nog even een spelletje doen. En dan lekker mijn foto's bewerken. Verder met mijn Netflix-serie naar Relaxie zijn. Dan ga ik lekker naar bed en denk dat ik mijn boek wel uit heb. En ik ga straks even als mijn moeder terug eens eventjes met mijn moeder gezellig bellen. Want ik ben ook wel benieuwd hoe zij de dag heeft gehad natuurlijk. Maar ik denk wel heel gezellig. Dus ja, dat eigenlijk. Verder niet zo heel erg veel bijzonders. Dus nou ja, goed, dat ga ik dus nu even doen. Dus ik ga nu gewoon eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze dag gewoon zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 27 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het nu ook echt wel koud. Ik ga heel even kijken hoeveel graden het is. Maar het is volgens mij wel echt fris. Het is 12 graden. Ja, dat merk je inderdaad. Ik was even naar buiten geweest, want de kliko wordt morgen gelegd van het oude papier. En dat is prima. Maar Nathalie had gevraagd om wc-rolletjes en keukenrolrolletjes. En ik had vorige week of 2 weken terug een hele zooi erin gedaan. Toen had ik tegen haar gezegd van, joh, ik heb in de kliko ook wel het een en het ander nog liggen. Dan haal ik dat er wel even voor je uit als het droog is. Ja, het regent nu zo hard. Dus ik keek even in die kliko en toen zag ik dat het veel te ver onderin lag. Er lagen allemaal weer allemaal andere dingen overheen. Dus ik denk, nou, laat maar. Want als ik dan nu in moet duiken, dan kom ik door week binnen. En het regent zo hard. Dus ik denk, nou, dat doe ik maar niet. Ik heb er gewoon een paar van afgelopen week. Dan neem ik die wel mee. Want om mezelf nog helemaal door week te laten regenen voor toiletrolletjes. Dan denk ik van, nou ja, weet je, dan ben ik straks ziek. Dat heb ik er dan ook weer niet voor over. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Maar ik heb gewoon de kliko nu buiten staan. En, of aan de weg. Want die staat altijd buiten. Maar nou, ik ben in ieder geval weer lekker binnen. Nou, gisteravond even met mijn moeder gebeld, gezellig. Die had een hele leuke dag gehad bij Nathalie. En nou, ik heb al een heel mooi cadeau gekregen. Dus was super leuk. Mijn kaart is gelukkig aangekomen. Was ze ook heel blij mee. Dus dat was allemaal weer heel erg fijn. Nou, en toen heb ik lekker Goede Tijden gekeken. En Het Roer om was er. En natuurlijk Ajax. Fantastische wedstrijd van genoten. Dik gewonnen, je snapt het bijna niet. Tegen Go Ahead Eagles speel je 1-1. En dit team was derde van het land waar ze vandaan kwamen. Nou, weet ik niet meer precies wat het was. Of het nou Turkije was, maar dat weet ik niet meer. En Ajax die heeft zo dik gewonnen. Ja, ik was helemaal trots. Ik was zo blij. Echt supergoed. Nou, ik heb nog even een spelletje gedaan en toen ben ik alle foto's gaan afmaken met bewerken. Er moet nog even eentje gemaakt worden, want die kreeg ik maar niet scherp. Dus dat is allemaal gelukt. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Ja, ik vond de 5e aflevering viel iets tegen, want het ging enkel alleen maar nu om Eric. Die moest dan zijn verhaal doen en hij was gelukkig ook niet super lang nu. Omdat er nu niet echt heel veel gebeurde en heel veel mensen vonden deze aflevering ook langdradig. Nou, ik snapte het verder wel, maar omdat je maar één, je ziet maar één persoon. En normaal is het leuker als je verschillende personen ziet in een serie. Toen nog even zie je zij. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Ik heb mijn boek uitgelezen. Ik ben ook met een nieuwe gestart. Toen ben ik lekker gaan slapen. Het gaat al wel beter met het kussen. Dus nou, dat is mooi. Nu ga ik eventjes stofzuigen. Dan ga ik zo lekker de slaapkamer doen. Vast wel gezellig met die regen zo op de achtergrond. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ik neem jullie gewoon mee. En verder eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Dus ik ga gewoon eventjes lekker aan de gang.
Zo, ik heb deze neergezet. Ik moet alleen nog even aansluiten. Ik moet even kijken hoe het allemaal met mijn stekkers gaat doen. Want er zit dus ook een afstandsbediening bij. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Maar dat ga ik binnenkort gelijk eventjes doen. Zo, ik heb nu de dierendag hamster neergezet. Staat ook wel weer heel erg leuk. Het is tenslotte volgende week op dierendag. Dus ja, vind ik wel leuk. Nou, ik ben klaar. Maar ik ben ook helemaal moe. Dat was even een ding. Ik wilde even de spullen bij elkaar zetten voor de cadeautjes. Wat ik dan even moet inpakken morgen voor zondag. Dus ik kijk in die tas en ik rook elke keer al wel wat. Is het cadeau van Frank gaan lekken? Ik had gewoon zo'n doucho gehaald. Lekker afgezaagd. Maar ik weet gewoon niet wat ik voor een man kopen moet. Dus het komt altijd een beetje op hetzelfde neer. Nou ja, goed, weet je. Ik bedoel, het is ook dat je wat meebrengt. Dus prima. Maar er was dus een beetje gaan lekken. Dus het hele tasje was helemaal vies. Dus die heb ik in water gegooid. Die heb ik net helemaal schoon gepoetst, zeg maar. Dus die hangt nu te drogen. Voor de rest eigenlijk niks aangetast. Heel bijzonder gelukkig. Ja, er rook even iets wat naar die geur. Maar ik denk dat er nog wel weer uitgaat. Want ja, het zal niet eeuwig blijven hangen. Maar ik baalde zo. Nou ja, goed. En het was gewoon even allemaal niet zo fijn. Terwijl ik er normaal heel erg van kan genieten. Lekker een schoon bed. Nou, dat hoop ik even goed wel te kunnen. Maar ik vond het allemaal niet heel erg fijn hoe het nu ging. Maar goed, ik heb het weer klaar. De katten hebben het lekker gegeten. Maar ik ben ook helemaal moe. Dus ik ga zo lekker even wat drinken in de relaxmodus. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond denk ik even Hudson en Rex kijken. Of misschien iets terugkijken. Want ik moet eventjes kijken. Sowieso nog even een spelletje doen. En dan ga ik mijn... video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Ik hoop dat ik het allemaal lukt voor elkaar krijg. Kaartje moet geleegd worden. Er zitten nu zoveel minuten meer op. Dan ga ik verder met mijn Netflix-serie en daarna Scott en Bailey. En dan ga ik mijn bed in nog even lezen en dan ga ik slapen. Voor nu ben ik het in ieder geval eventjes helemaal zat. Ik ben wel blij dat ik nu ook die wekker heb neergezet. Ik moet nog even kijken hoe dat allemaal werkt, maar dat laat ik nog wel een keertje zien in een vlog. Ik moet eerst even al die snoeren en zo gaan wegwerken, maar daar had ik nu allemaal geen zin in. Maar dat komt vanzelf goed. Dus eigenlijk is dat het een beetje. Nou, ik ga nu in de relax-modus, dus ik zeg bij deze dan gewoon tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 28 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb niet al te best geslapen. Ik hoorde heel veel geluid buiten, maar ik bedacht me later, volgens mij is het vandaag burendag. Dus er zijn misschien best wel mensen die daar nog wat aan doen. Ik heb daar nooit echt bij stilgestaan, maar misschien dat het hier wat meer leeft. En het was best wel droog, maar nu is het inmiddels gaan regenen. Dus ik heb ook gezien dat inmiddels het meeste wat er stond ook wel weer opgeruimd is. Ik heb een haartje in mijn lipgloss en dat is een beetje vervelend. Zoals het nadeel van lipgloss. Ik krijg hem. Oh, ik heb hem. Gelukkig. En ik heb gewoon een beetje stress, want ik wil eigenlijk weer te veel doen. Ik moet even het gehakt klaarmaken, want dat wil ik gewoon klaar hebben voor maandag. Want morgen ben ik natuurlijk weg, dus dat wil ik even doen. Ik wil daarnaast de foto's maken voor aankomende week, want daar kom ik morgen ook niet aan toe. En ik moet de cadeautjes nog inpakken. Dus op zich, als ik zo gewoon eventjes goed aan de gang ga, komt dat ook wel goed. Nou, gisteravond heb ik eigenlijk niks gekeken, want ik had even met mijn moeder gebeld. En die belde nu iets later, want die had Yara te logeren. Dus daar hebben we even bijgekletst. En nou, dat was allemaal ook wel heel leuk. Dus ik heb nog wel even gewoon een spelletje gedaan. En toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten en mijn blogpost gaan schrijven. Ik heb het schrijven hier wel helemaal af, maar ik zag dat één foto niet goed was. Dus ik heb het net niet helemaal afgekregen. Maar toen dacht ik, nou, ik ga ook wel weer gewoon dan vandaag verder. Want ik wilde mijn Netflix-serie gaan kijken. En die duurde nu gewoon een uur en vijf minuten of zo. Dus, toen heb ik daarna nog even Scott en Bailey gekeken. En ik ben nog lang bezig geweest met de thumbnail voor de video. Dus ja, het liep allemaal niet zo van een heel leien dakje op zich. Ging ik wel vooruit, maar ik dacht wel van, ik had iets meer willen doen. Maar ja, het is niet anders. Toen ben ik ook lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Ik ga nu gewoon zo meteen eerst maar eens even aan de gang. Dus ik zal straks ook wel even de fotospullen laten zien. En dan zal ik even laten zien wat ik nou had gekocht aan cadeautjes. En dan kan ik het eventjes mooi inpakken. Maar nu eerst maar eventjes gauw aan de gang. Want de tijd vliegt anders alweer voorbij. Dus dat ga ik nu even snel doen. Oké, ik heb even de cadeauspullen gepakt. Ik heb dit kleine geurtje voor Frank. Ik vond hem wel lekker ruiken. Ik had hem even getest in de winkel. Dan deze van Reebok. Dat is zo'n 4-in-1 voor body, face, hair en beard. Maar die was dus een klein beetje gaan lekken. Dan een zo'n muslibeker. Nog een kaartje. En voor mijn moeder heb ik deze leuke fles. En dan ga ik deze twee in doen.
Dit is dus eentje met kerstjes. Een beetje een tak, ja, een soort van setje voor de herfst. Vond ze leuk en heb ik sloppen gekocht. Dus dit ga ik nu maar eens eerst eventjes inpakken. Dan is dat ook weer klaar. Nou, zo ziet dat er dan uit. Ik vind het wel leuk, maar ik dacht dus eigenlijk dat ik nog leuk folie had. En dat heb ik dus niet. Dus nu wordt het wel eventjes een klus om dit in te pakken. Oeh, kijk. Tagertje gooit hem al om. Dus het is misschien nog handig om iets... Ja, misschien dat mijn moeder zelf iets van zand of zo erin kan doen. Want ik heb niks voor erin. Dus ik had eigenlijk van het oase, maar dat past hier dus niet in. Dus ik ga hem nu even proberen zo goed mogelijk in te pakken. De foto's vullen. Ik heb hier een all-in-one brow perfector van Catrice. Dus die ga ik proberen. Dan heb ik hier het Rose Like This oogschaduwpaletten van Kruidvat. En dan heb ik gelijk al die collectie van Essence. Die in de Bloom Light. Dan heb ik dus de lipstick, de blush lighter, de eyeliner, lipgloss, lipliner, oogschaduw en nou deze, de Blooming Light Scrunchie en ook nog deze. Dus hier ga ik nu even foto's van maken. Nou, ik ben klaar, maar het was even heel stressvol, vond ik. Ik vond het niet echt een hele relaxte middag. Nou ja, goed, ik had bij het cadeau van mijn moeder had ik gedacht, ik doe het wel gewoon in folie. En dan ziet ze al wel meteen wat het is, maar het leek me al zo'n hele kriem om dat in te pakken. Maar ik dacht dus dat ik nog een hele rol folie had en die had ik dus blijkbaar niet meer. Dus ja, toen moest ik het uiteindelijk wel inpakken. Nou ja, het is wel gelukt. Ik heb eventjes maar aluminiumfolie om die fles heen gedaan, want dat is natuurlijk breekbaar. Dus ik moet ook tegen haar zeggen, echt heel voorzichtig ermee doen. Dus nou ja, goed, ik hoop dat dat allemaal goed overkomt. Foto's maken ging op zich wel, maar ik vond het ook een beetje stressvol en het wilde niet altijd even goed. Dus ik vond het een beetje gestresst. Maar goed, nu ga ik zometeen gewoon eventjes lekker relaxen, want verder is alles klaar. Het gehakt is klaar, nu wil ik alleen vanavond nog even alvast de bonen afhalen. Dat doe ik natuurlijk normaal op zondag, gaat nou morgen ook niet. En dan is het alleen nog even een lakje op mijn nagels en dan is het goed. Ik ga vanavond in ieder geval Hudson en Rex kijken. Het is trouwens ook al afgelopen. De uitzendingen zijn er ook niet meer. Ik dacht eigenlijk dat ik nog wel even had, maar dat was dus blijkbaar niet zo. Dan ga ik daarna 30 Seconds kijken en nog even verder met Mario. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten en die blogpost afmaken. Dan ga ik dus die nagels even doen. Netflix serie kijken, nog eventjes... Danny Lominski en dan ga ik naar bed toe nog even lezen. En dan ga ik slapen. Dan hoop ik dat ik iets beter slaap. Want ondanks met dat kussen, ik merk echt wel verschil. Alleen wat ik al zei, ik raak hem dus halverwege de nacht een keer kwijt. Dus dan merk ik, ja, waarschijnlijk met draaien dat ik hem kwijtraak.
Maar ik had het ook weer een beetje warm met slapen. Maar goed, het zal allemaal wel weer goed komen. Nu ga ik in ieder geval eventjes lekker relaxen, want daar heb ik wel even zin in. Ik heb het nu ook wat frisser. Het huis koelt nu ook langzaamaan af. Ik weet niet eens hoeveel graden het nu buiten is. Zal misschien een graadje of 13. Dan heb ik mijn telefoon hier liggen. Nee. Even kijken hoor. Ja, 13 graden, dus nou ja, goed. Straks in ieder geval lekker warm douchen en dan komt het allemaal wel weer goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu echt even lekker relaxen en verder niet zo heel veel meer doen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Goedemorgen, nog net op deze zondag. Het is vandaag 29 september. Ik ga mezelf even klaarmaken, want ik heb dus straks een verjaardag van zowel mijn moeder als van Frank. Ik had het al verteld, ze vieren het samen omdat ze kort na elkaar jarig zijn. En ze vieren het ook bij Nathalie en Frank thuis. Dus nou, helemaal prima. Ik heb op zich wel lekker geslapen, maar ik was gewoon gemoed toen ik wakker werd. Dus ik heb het gevoel dat ik een beetje kleine oogjes heb. Ik had eigenlijk nog wel even kunnen slapen, maar goed, de wekker ging. Dus ik moest eruit. Ik word straks opgehaald, dus helemaal prima. Mijn moeder is daar al. Ze gingen even samen boodschappen doen. Dus die is vanochtend met de trein gegaan. En dan gaat ze wel vanmiddag weer mee terug met de auto. Dus helemaal prima. Gisteravond heb ik gekeken naar Hudson en Rex. Heel schattig. Rex die ging op de golfbaan. Ging hij ook proberen te golven. Ging hij met zijn snuitje de ballen erin doen. Vind die hond zo grappig. Dus dat was leuk. Ik heb daarna nog even Super Mario gedaan. Soms een beetje lastig weer. Dus ja, dan heb je toch een bepaald iets waar ik niet zo goed doorheen kom. Dus ja, soms heb ik dan ook even hulp nodig van YouTube. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Want ik wil het dan zelf echt doen. Maar als ik op een gegeven moment er echt niet doorheen kom, dan raak ik een beetje gefrustreerd. Maar goed, dat hoort er ook bij. En dan op een gegeven moment leg ik hem ook weg. En dan denk ik, ja, laat maar. Nou, ik heb eventjes mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Dat ging eigenlijk ook wel goed. Behalve dan dat mijn muis die gaat steeds voor de computer zitten. Dus kan ik het niet goed zien. Dat is een beetje lastig. En ik moet nu even zoeken waar alles ligt. Want omdat ik nu natuurlijk de spulletjes er van gisteren met de foto's bijgelegd heb, zie ik het allemaal niet zo heel goed. Maar het moet hier ergens liggen. Nou, dat ging gewoon wel prima. Ik heb die blogpost afgeschreven. Ik wilde nog even iets doen aan een blogpost van Cartrice, maar daar ben ik niet meer aan toegekomen. Want toen wilde ik ook eigenlijk de serie wel gaan kijken. Ja, en heel eerlijk. Ik weet niet meer zo heel goed wat ik geloven moet. Ik gaf het natuurlijk van de week al een beetje aan dat ik het lastig vond. Ik vind dat het ook wel heel erg aan de kijker is van wat je zelf wil gaan geloven. Hè, er is een, het verhaal wat er speelt, denk je soms wel van, ja, gut, wat zou er nou waar zijn? En dat weet je soms gewoon niet. Hoeveel mensen, hoeveel verschillende meningen. Heel veel mensen die het uitgekeken hadden, die zeiden, ja, het is toch heel duidelijk, maar voor mij is het allemaal nog niet heel duidelijk. Want of het zijn hele goede toneelspelers geweest, of het is echt gebeurd. En dat weet ik dus niet. Daarna even Danny Lowinski. Dat was ook leuk. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Nog even mijn boek lezen. Toen ben ik ook lekker gaan slapen. Omdat ik wist dat de wekker weer zou gaan. Ik dacht, ja, dan ben ik hopelijk een beetje fit. Maar ik merk ook dat ik een beetje verkouden begin te worden. Dus ik merk sowieso dat ik daar een beetje last van heb. Maar goed. Ik heb nu een jurk aan, die had ik dus van de week uitgewassen. Die is zelfs nog een beetje klam, maar die wordt zo wel droog. Ik had eigenlijk verwacht dat het wel droog zou zijn, maar het is aan de ene kant niet zo gek. Want het is natuurlijk niet meer, het droogt nu allemaal niet zo hard. En ik heb het gisteravond zo koud gehad, echt. Ik moest op een gegeven moment de vaatwasser nog uitruimen. Toen dacht ik, ik heb het zo koud. Ik had in bed ook behoorlijk koud. Dus ik wil nog niet de verwarming aandoen. Ik heb mezelf daar altijd een grens voor gesteld. En ik denk dat dat iedereen weer voor zich doet. Ja, kijk, mocht je misschien
Als mensen misschien iets ouder zijn of ja, echt iets hebben, misschien ziek zijn, waardoor je echt verwarming nodig hebt, ga je hem automatisch aandoen. Maar ja, ik wil mezelf toch zo lang mogelijk warm houden. Want ja, de prijzen die blijven nog steeds natuurlijk wel een ding. Ik begin ook een beetje te hoesten. Maar goed. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. Ik zal straks nog even mijn outfit laten zien. En ik probeer jullie nog even mee te nemen. Ik weet niet hoe ver ik wat kan filmen. Dus dat gaan we wel zien. Maar nou ja, dat is in ieder geval de planning voor vandaag. Nog even de outfit. Wat heb ik aan? Dit jurkje van de Lidl. Ik vind het lastig wat ik eroverheen moet doen. Mijn winterjas of mijn lerenjasje. Maar het is op zich zonnig. En daar heb ik gewoon mijn cowboyslaarzen bij aangetrokken. Dus ja... Misschien waren kortere laarzen bij deze leuker geweest. Maar ik had geen zin meer om echt helemaal naar boven te gaan. Dus ik heb het hierbij gehouden. Dus nou, voor nu dikke prima, denk ik. Schudden. Moet ik leuk doen voor mijn vlog. Ja. Alsof je normaal niet leuk bent. Zeg je, ik ben altijd leuk. Ja. We zijn echt weer de klaar. Heerlijk dat van Maarten. Nou, ga het cadeaupapiertje uit te halen, scheuren. Uitscheuren? Ja, kijk. Een, wat is het? Een Jax? Muesli-beker. Muesli-beker. Dus je kan hier je yoghurtje in doen en hier muesli. En dan kan je het laten roeren, want anders wordt het zacht, die muesli. Oké, ik ga het proberen. Ben benieuwd. Zit er ook een lepeltje bij? Ja, dat zie ik. Ja, dan kijk ik of we een camera hebben. Ja, hij vindt het zo vervelend. Kijk, het gaat weer schudden. Ik moet even zitten. Kom jij maar even zitten. Ik ga even hier zitten. Maar wel rustig, hè? Want die had je koffie. Nog wel. Koffie. Ik was nergens. Oh, dit is wel lekker. Ja, ik vond hem wel lekker ruiken. Ik heb hem even uitgebreid getest in die winkel. Maar een geurtje. Een geurtje. Ik dacht eerst dan zie je de auto, maar nee. Echt van een geurtje. Maar het is ook zo'n kleintje, die kan je bijvoorbeeld in je auto voor naar je werk of zo. Okay. Ja, dat is wel nodig. In ieder geval een naar je werk. Oh, lekker. Of naar Mutteren. Ja, deze vond ik wel lekker. Die andere was ook helemaal leeg, zeg maar. Dus die kon ik niet echt testen. Dus ik zat een beetje aan dat flesje eruit. Ik denk, dit zal iets van shampoo zijn, denk ik. Waarom moeten mensen altijd schudden en voelen en... Ja, weet ik niet. Ja. Ja? Ja? Dan weet je wat het is. Ja. Jij mag niet voelen zo. Maar iets op z'n kop. Anders weet ik het wel weer. Had ik het toch goed? Nee, dat kan je drinken. Ja, drink shampoo. Show it, show. Auto-shampoo. Ja, wat je neemt. Het is wel 4-in-1. Ja, dat dankjewel. Was je 4-in-1? Ja. Waar staat het prachtig uit? Nee, dat is een rotding. Die moet je hard drukken. Dat is de 5-in-1, zeg maar. Ja, zie je? Nee, je moet echt heel erg hard drukken. Dan heb ik die nooit voor elkaar. Ja, maar dan is het niet zo erg als hij maar niet valt, als hij maar rechtop staat. Ja, maar schrabberig, glibberig is. Ja, dat wel. Dat klopt. Dat is wel vervelend. Ja. Oh ja. Oeh. Nou, dat doet er zo gelijk wel weer in. Gefeliciteerd. Oh, dat is wel een leuk kaartje. Ja, toch? Ja. Ik dacht wel passend. 33, dan moet je dat ook zo'n grote... Ja, zeker! 33! Ja, zeker! Nou, dankjewel, Angela. Alsjeblieft. Dus wat een kaart. Breng maar. Kiekut. Ja, zeker. Mooi met flippertjes. Ja, vind je het leuk papier, Lente? Lente. Heb je het gezien? Hebben? Lente papier. Lente sprakeloos. Hey. Oh, lekker hoor. Nee. Echt super. Ja, helemaal goed. 38,39. Ja, dat was helemaal best. Super, dankjewel. Nou, nu komt het... Volgende keer gaan we even dit snappen, maar dan ga je in de kamer toe. Ja. Is dat gewoon? Ja, wat maakte dit dan dramatisch? Het inpakken? Inpakken en... Nou, ik zal het zo wel even uitleggen. Oh, wel heel leuk met die roze botten. Echt herfst. En eikels. Ja, ja. Het is een herfstding. Ja, het is net hoor. Oh. En het houdt warm. Kijk. Ja, nee, dat is eigenlijk voor de breekbaarheid. Joh, laat die er omheen zitten. Superleuk. Maar ja, misschien dat je nog iets van zand of zo erin kunt. Daar krijg je de mythe er allemaal weer om bij mij.
Ja, maar je kan hem ook, ietsjes uitvouwen, hè? Ja. Hartstikke leuk, dankjewel. Alsjeblieft. Een rechte eikel. Inmiddels thuis op de bank en gedoucht. Het was een hele gezellige middag. We hebben het echt heel leuk gehad. Wel een beetje moe. Ik heb lekker veel gespeeld met Lente ook. Lekker geknuffeld met Jaren. Dus het was allemaal echt super leuk. Ik had nog even wat dingetjes meegekregen. Die zal ik zo eventjes laten zien. Frank heeft op een gegeven moment de voetbal aangezet. Eigenlijk om 16:45. Toen wilde ik thuis de stream nog aanzetten. Maar die deed het gewoon niet. En nu zag ik dus net dat ze ook inmiddels 2 keer gescoord hebben. Dus ik zet straks Studio Sport wel eventjes aan. Want ja, hij deed het gewoon niet. Ik was er een beetje mee aan het clearen. Dus ik denk nou laat maar. Maar ik zal eventjes laten zien wat ik nog had meegekregen. Want mijn moeder had nog wat dingetjes gehaald. En Nathalie ook. Dus ik zal het eventjes laten zien. Even een lampje aangedaan. Het is hier een beetje donker. Nathalie had voor mij zo'n LED desklamp gehaald. Ze zei, die liet ze zien. Ze zegt, dat is misschien ook wel wat voor jou. Ik denk, hé, dat is wel makkelijk. Die kun je dan ook weer klemmen. En dan kunnen verschillende standen in. Dus ze zei, als ik hem voor je moet halen, dan moet ik maar zeggen. Je kunt hem ook dimmen. Dus als ik dan boven moet klaar, ga ik hem boven neerhangen. En nog even zo'n plank. Die is dan voor mijn parfum weer. Dus dat. Mijn moeder had 2 van deze voor mij gehaald. Dat zijn van die lampjes. Er zit een remote bij. Die hadden ze niet bij de Action waar ik was. En die wil ik dan zeg maar boven de tafel inrijden in de gang. Want die kun je dan zitten kleurtjes. Maar je kunt ze ook dimmen. Dus dat leek me wel heel erg leuk. Als je dan gewoon bijvoorbeeld wit licht hebt. Kun je ook gewoon. En dan kun je ze ook een beetje dimmen. Want soms is het wel handig in de gang ook een lampje. Er zit wel een lamp in. Maar hij is vrij fel. En mijn moeder had zo'n rugcorrector voor mij gehaald. Ik heb natuurlijk onwijs last van mijn rug. En als het goed is met deze corrector, dan ga je weer wat beter lopen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Dus ja, die ga ik morgen gelijk even proberen hoe dat zit. En ik kreeg deze van die airfryer bakjes. Dus gewoon handig als je zeg maar iets van vlees maakt. Ik doe nog wel eens een schnitzel in de airfryer. Maar als je kipjes bijvoorbeeld doet, dan komt het vet in zo'n bakje in plaats van helemaal in je airfryer. Deze had mijn moeder gekregen van Rituals, van die handcreme. Daar had ze er 3 van, dus kregen we er ook allebei eentje van. En ik kreeg deze super leuke mok van mijn moeder met een takkie voor Halloween. Echt super schattig. Moet niet in de vaatwasser zijn naast die al, want dan, ja, dan word je niet, dan, ja, misschien dat de stukjes afbreken, maar dat ga ik ook zeker niet doen. Dus dat, nou, nu ga ik zometeen eventjes lekker gewoon relaxen op de bank en eventjes wachten op Studio Sport. Dan ga ik, moet nog even eten. Dan strakjes, vanavond begint het nieuwe seizoen van Postcode Loterij Miljoenenjacht. Ga ik kijken. Ik denk nog even verder met Mario. Dan ga ik mijn foto's bewerken. En dan ga ik lekker verder met mijn Netflix serie. En daarna weer zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik denk dat ik ook wel moe ben. Zoals ik al zei vanochtend. Ik was nog een beetje moe toen ik wakker werd. Maar goed, dat komt ook allemaal wel weer goed dan. Dus dat. Maar wat ik zei, het was echt super gezellig. En het was een hele gezellige middag. Soms wel een beetje druk. Dat komt dan. Je hoort allerlei praten en ik kan ook geen gesprek dan volgen. Want er komt alles heel hard binnen. En dat geeft niet hoor, want dat hoort er gewoon bij. Maar dan kan je het niet helemaal meer volgen. Dan merk ik dat ik een beetje in mijn eigen wereldje een soort van duik. Dan word ik misschien soms wat stiller. Maar nou ja, goed, toen ging ik ook met Lente spelen. Dus nou, dat is wel leuk. Dus, maar verder was het heel gezellig. Goed, ik ga nu eventjes lekker mijn eigen ding doen. En ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Want verder ga ik nu toch niks meer doen. De cadeautjes vielen trouwens goed in de smaak. Maar dat hebben jullie kunnen zien. Ik denk dat het wel, wel leuk was. Dus dat. Bij deze zeg ik dus tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is vandaag 30 september. Ik ben klaargemaakt. Ik ben echt onwijs moe. Ik heb ook niet zo lang mijn boek kunnen lezen. Ik merkte gewoon dat ik heel erg moe was. En dacht ik gewoon, ja, ik snap het nu toch bijna niet meer. Ik kan beter gaan slapen, dus dat is ook prima. Dus dat heb ik dan ook gedaan. Dus ik heb op zich wel goed doorgeslapen. Dus dat was wel fijn. Maar ik merk het toch steeds een beetje. Maar goed, dat komt wel weer goed. Eventjes gewoon de komende dagen weer goed hopelijk slapen. Dan is het er ook wel weer uit. Nou, gisteravond was ik laat met eten. Maar dat is ook niet erg voor een keertje. En toen heb ik Miljoenenjacht gekeken. Was wel leuk. Deze dame die was echt heel erg goed. Ze haalde echt heel veel lagen eruit. Ze had op een gegeven moment een heel mooi bedrag. En toen was het nog 1 koffertje openmaken. Toen durfde ze het niet meer aan. Nou ja, hartstikke mooi bedrag gewonnen. Maar dan spelen ze het spel natuurlijk uit. En ja, eigenlijk had ze nog door kunnen spelen. Want de cijfers die zij koos, de koffertjes, die waren ook weer allemaal laag. Dus uiteindelijk had ze zoveel meer geld mee kunnen nemen als ze door had durven spelen. Maar ik snap het wel, het is een risicootje. Want ja, of als je dan hoog uithaalt, dan kelder je zo
terug naar beneden met het bedrag. En nou ja, ze was er hartstikke blij mee, dus dat was leuk. Ik heb nog even de alleskunde gekeken en eventjes Mario gespeeld. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. En toen werd ik dus wakker straks. Toen dacht ik, nee, de boekenvideo had vandaag online gemoeten. Want het is de laatste dag van de maand, dus die wilde ik dan vandaag online zetten. Daar heb ik dus totaal niet meer aan gedacht. Dus dat voelt een beetje dom. Dus die moet ik vanavond in elkaar zetten. Die probeer ik in ieder geval nog online te krijgen. Maar ja, dan zal het echt later op de avond zijn. Ik heb wel mijn nagels gedaan. Ik heb ze deze kleur gemaakt. Zal ik het lakje pakken, want die ben ik vergeten. Weer opstaan. Ik heb het ook koud. Ik heb een trui aangetrokken. Ik heb ook koude voeten. Dus ik zal even mijn warme sokken aantrekken. Want ja, ik wacht nog heel even met mijn sloffen. Want ik denk, als ik nu mijn sloffen aandoe, dat ik er 's winters niks meer aan heb. Dit zijn natuurlijk al vrij dikke sokken. Hetzelfde denk ik, als ik nu mijn X ga aantrekken, dan heb ik ook niet zo heel veel meer aan. Het is van de Hidden Jungle collectie. Zo'n effect nail polish heb ik aangebracht. En dit is dan de 02 Misty Shadows. Het is een soort blauwe kleur. Ik vind hem wel leuk. Ik vond hem wel tof. En deze heeft dan een iridescent effect. Dus nou, helemaal prima. Ik heb de ene laatste aflevering gekeken van de Lau en Eric Menendez story. Dus vanavond heb ik de laatste aflevering. En daarna nog even CSI. Was wel heel spannend. En toen ben ik dus naar bed gegaan. Ik ga zo even een was aanzetten. Ik moet nog een was opvouwen. Ik moet de kattenbakken doen. De douche moet gedaan in de gang. Dus ik ben gewoon weer eventjes druk met de gewoon basic dingetjes. Ik moet even nog wat dingen in de vaatwasser zetten. Want die heb ik gisteravond ook niet meer gedaan. Dus gewoon eventjes lekker aan de gang. Dus ik neem jullie gewoon even mee. Mijn moeder die appte nog chips. Mijn moeder had nog wasmiddel en die ben ik vergeten. Maar die zou ze nog eventjes proberen tot mijn vader hem kon halen of zo. Want die zie ik zaterdag toevallig nog, want we moeten nog eventjes naar de stad. Dus, maar dat vertel ik later wel eventjes wat daar de bedoeling van is in de volgende vlog. Want dat duurt nog wel eventjes. Het is net weekend geweest. En oh ja, ik had ook nog even Studio Sport teruggekeken, want ik had dus het laatste deel van Ajax heb ik niet kunnen kijken door de stream. Maar goed, ze hadden dus gewonnen. Het was wel even leuk om die doelpunten terug te zien. Nou, nu ga ik echt eventjes aan de gang, dus ja, gewoon eventjes lekker wat dingen gaan doen nu. Dit zat in mijn brievenbus. Ja, dat was gewoon een thee. Dat was voor ja, verbinding, samen verbinding en zo. En dat mensen dan ook terecht konden voor een gesprek. En er zat dus een zakje black tea bij. Green tea, lemon, fair trade. Dus nou, ik vond het wel schattig. Het zat in mijn brievenbus, dus wel leuk. Zo, alles is weer klaar. Ik heb lekker de douche schoon, de kattenbakken, de gang. Dus dat is allemaal fijn. Was is opgevouwen. Ik heb er eentje die is bijna klaar, dat duurt niet lang meer, dus dan kan ik die straks weer mooi verwerken. Ik ben nu wel zat, ik heb ook het idee dat ik nu een beetje nasaal klink. De verkoudheid komt een beetje op, dus ik voel me een beetje benauwd. Nou komt dat wel weer goed. Maar ja, ik merk gewoon met praten nu dat het een beetje meer door je neus komt. En daar hou ik normaal niet zo van, maar ja, ik kan er nu even niks aan doen. Ik kom nu gewoon puur dat ik een beetje verkouden aan het worden ben. Het was wel lekker hoor, in mijn lekkere warme trui. Ik heb het nu ook niet koud gehad, dus dat is wel heel erg fijn. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen en dan straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon naar mijn landjes en ik ga die video dus in elkaar zetten, zodat die vandaag nog online komt. Maar wat ik al zei, dat zal wat later zijn vanavond.
ga proberen nog wel even een spelletje te doen. Nou ja, en dan ook nog even die blogpost schrijven. En dan komt dat ook eigenlijk allemaal wel weer goed. En dan ga ik de laatste aflevering kijken van de Netflix-serie. Ik ben wel benieuwd hoe die in elkaar zit. Ook al weet ik de uitkomst al wel, maar ik ben wel benieuwd hoe het ze dan verder vergaat. En dan nog even zie je zijn. Dan ga ik naar bed en hoop ik dat ik weer iets langer kan lezen. Maar dat gaan we wel zien. Dus dat is eigenlijk eventjes de planning. Kijk, dat is mijn wasmachine. Die is klaar. Die geeft altijd zo'n piepend geluidje. Goed, ik ga nu gewoon echt eventjes lekker relaxen. Want ja, ik heb het nu gewoon eventjes nodig. En dan zou ik bij deze gewoon zeggen tot morgen. Hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag alweer 1 oktober. Wat gaat de tijd weer hard. Ik ben klaargemaakt en ik heb weer lekker een warme trui aangetrokken, want dat viel me prima. Ik heb lekkere warme fluffy sokken aan, dus ja, ik vind het wel lekker. Ik weet niet eens hoeveel graden het is, ik zal eens even kijken. Het is vandaag, ik geloof, nog wel een beetje regenachtig. Ik geloof dat van de week weer iets meer droog wordt. Even kijken hoor. Het is 15 graden, het regent inderdaad. En dan vanaf donderdag wordt het weer wat zonniger, staat er. Nou ja, we zullen het wel zien. Nou, gisteravond heb ik gekeken naar Chateau Meiland en Route. Ik loop dus achter. Ik kijk dus niet naar de reguliere uitzendingen momenteel. Want zijn eind augustus al begonnen. En toen was er nog BNB Vol Liefde. Dus vandaar dat ik pas begonnen ben en dat niet meer kwam. Maar ze waren dus de aflevering die ik had gekeken, waren ze nog in Parijs. Ja, ik vind het wel heel leuk om te zien. Mooi die dingen van Parijs, gewoon die je dan ziet. Maar toen gingen ze ook nog weer bij van die brokantes kijken. En dan denk ik, oh, die meubels maken, dat is echt niet mijn ding. Hun houden echt van best wel oudere spullen. Nou ja, goed, als je daarvan houdt, is dat prima. Maar ik vind het verschrikkelijk. Niet mijn stijl, maar goed, dat maakt niks uit. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. Ik heb die video uiteindelijk alsnog online gekregen, dus dat was wel fijn. Persbericht staat online van Catrice met de nieuwe limited editie. Maar die ligt als het goed is nu al misschien al wel in de winkel. Ik heb een blogpost geschreven. Dat ging eigenlijk allemaal wel goed. Nou, toen ging ik de laatste aflevering kijken van de Leo en Eric Menendez story. En die viel me eigenlijk een beetje tegen. Ik vond het laatste moment, vond ik ergens nog een soort van, ook wel treurig, want toen werden ze van elkaar gescheiden, zeg maar. En gingen ze ieder een eigen kant uit. En ja, in combinatie met die muziek, toen dacht ik wel, oh, het ziet er nog wel zielig uit. Maar je moet er natuurlijk geen medelijden mee hebben. Ik bedoel, ja, ze hebben gedaan wat ze gedaan hebben. Maar goed, ik had er gewoon iets meer van verwacht. En het ging voornamelijk nog heel erg over de rechtszaak. Want die rechtszaak die moest uiteindelijk opnieuw. En nou, dat ging toen helemaal mis, dat tweede gedeelte. Maar daar legden ze heel erg veel die nadruk op. Dus wat dat betreft had ik misschien nog meer verwacht dat je nog zou zien van hoe ze dan jaren later nog steeds in die gevangenis zouden zitten. Maar dat zag je niet. Dus de laatste aflevering had wat mij betreft misschien beter gekund. Maar dat is gewoon een persoonlijke mening. Ik weet niet of een van jullie de serie al heeft gekeken. Of misschien is het een serie waarvan je denkt, oh, dat wil ik helemaal niet zien. Dat kan natuurlijk ook. Ik ben wel blij dat ik hem gezien heb. Maar dat betekent ook dat ik vanavond weer iets nieuws moet opstarten. En ik weet nog niet wat. Ik zag dus, ik kijk ook altijd de Lycon Lawyer. Maar die begint over 16 dagen weer met een nieuw seizoen. Of het tweede gedeelte, ik weet het niet. Nee, het nieuwe seizoen denk ik, maar die zal weer in 2 keer komen. Nou goed, dat gaan we wel weer zien. En daarna nog even CSI, wat super spannend was. Eindelijk is er een gedeelte opgelost. Nou merk ik toch nog dat er toch nog een vraagteken overblijft. Nou, dat was wel heel spannend. Dus toen ben ik lekker naar bed gegaan, mijn boek gelezen. Toen ben ik lekker gaan slapen, want ik merk gewoon, ja, ik ben nog steeds wel een beetje moe en zo. Maar dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Het komt helemaal goed. Ik ga nu even stofzuigen. Ga ik video opnemen en daarna maar weer even aan mijn diamond painting. Want dat vind ik altijd wel lekker. Dus probeer nu eigenlijk even die zijkanten wil ik even afmaken. Dat ik niet meer steeds plak. Dus we gaan wel eens eventjes zien allemaal. Maar ik neem jullie gewoon weer mee. Dus ik ga nu even aan de gang. Thank you.
Zo, de brokjes zijn hier lekker opgepeuzeld. Ik heb even een koude rilling, want ik had het eventjes koud. Video opnemen is gelukt. En diamond paint ging ook lekker, maar ik had het nu wat moeilijker gedaan. Ik heb nu een gedeelte, er zit heel veel roze in. Alleen het zijn dan ook echt drie verschillende kleurtjes roze. Dus je moet echt heel goed uitkijken met... kijk, lichtroze, dat onderscheid je wel. Maar dit zijn echt gewoon ja, wat moeilijkere kleurtjes roze. Dat je goed moet kijken dat je het goed neerzet. Maar ik vind het altijd wel een uitdaging. En het is wel leuk. Ik vind het dan heel leuk hoe het er dan uiteindelijk weer uitziet. Zo ben ik wel blij van. Ik had jullie nu even op het statief neergezet. Want ik dacht, als ik jullie weer erbij zet, dan tijgertje gaat ze bij die camera. En dat is gewoon soms irritant. En ik blijf sprayen, maar ze leert het nog niet. Dus... ja, het is gewoon een beetje lastig, maar het was wel even lekker om bezig te zijn. Ik was alleen helemaal vergeten. Ik wilde die rugcorrector gaan gebruiken, dus dat ga ik morgen echt even doen. Want ja, ik wil gewoon weten hoe dat gaat. Oei, ik ben een beetje gaar nu. En het slaat nergens op, want het is niet dat ik heel veel heb gedaan. Maar nou ja, goed, ik vind het wel heel jammer. Deze nagellak die slijt wat harder. Ik had hier nu alweer een chipje. Ik heb gisteravond op bijgewerkt. Maar als je dan zo naar kijkt, dan denk ik, oh, die glans is zo mooi. Maar je ziet heel snel hier chipjes in. Maar komt door de donkere kleur. Maar ik vind de kleur wel echt heel erg mooi. Maar goed, dat komt ook wel weer goed uiteindelijk. Dan, ik heb eigenlijk voor vrijdag ook nog nagellak over nodig. En als dit er gewoon niet uitziet, dan doe ik gewoon even wat anders op. Want ik vind het gewoon mooi als ik een video film dat er nagellak bij zit. Maar dat komt vast goed. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Daar heb ik zin in. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Gisteravond, ik had gewoon goed mijn avondeten op. Toen zat ik naar de meilandjes te kijken en die gingen ook eten. En toen kreeg ik ineens weer trek, maar ik heb niks meer genomen. Ik denk, je hebt gewoon goed avond gegeten, dat het heerlijk was. Dus doe niet zo raar. Nou, vanavond kijk ik gewoon naar Goede Tijden. En daarna vier handen op één buik als dat komt. En mocht het niet komen, heb ik er nog eentje of heb ik er nog een paar op de band staan die ik kan kijken. Verder ga ik even mijn spelletje doen. Dan ga ik mijn vlog afmaken met bewerken. Mijn foto's bewerken. En dan moet ik natuurlijk een nieuwe serie uitzoeken. Ik heb echt nog geen idee welke, maar meestal kom ik er wel weer uit. Ga ik even CSI kijken en dan ga ik lekker naar bed. Een boek lezen en lekker slapen. En mijn 1000ste video, die is online gekomen. Volgens mij zitten we nu op 1001. Ik had het niet meegekregen, maar jullie kregen een reactie van dat ik bijna aan de 1000 video's zat. Dus mijn 1000ste video is afgelopen weekend online gekomen. Het is wel grappig dat je om te zien dat je dan al best wel veel video's hebt gemaakt. Al vind ik mijn beginvideo's echt verschrikkelijk. Maar goed, ik haal ze er maar niet af. Kan altijd nog, denk ik dan. Maar goed, ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik ga je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje van mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Nou, bedankt voor het kijken en ik hoop je bij je volgende video weer te mogen zien.